Yes! Here we go! Pinchotan! Daar gaan we vandaag mee aan de slag. Man grove houtskool, sukkellange stokjes en ijzig moeilijk om aan te krijgen. Ik ga het nu ook voor het eerst gebruiken en ik denk dat ik de goede methode gevonden heb. Ik heb een kolenstarter, dus die gaan we zo meteen gebruiken om de Pinchotan in de fik te steken. De Pinchotan wordt gebruikt voor yakitori, hoge temperaturen, maar hij kan ook heel erg lang langzaam doorgaren. Dus als je bij wijze van spreken een lange slow sessie doet en je gooit hem er tussendoor, dan zal waarschijnlijk je houtskool op een gegeven moment op zijn, maar de Pinchotan gaat nog even een paar uurtjes door. Dit is dan de Pinchotan en de Pinchotan is gemaakt van mangrovenhout en ze zijn eigenlijk allemaal stammetjes in gelijke lengtes. De Pinchotan is eigenlijk snoeihard en dat kun je wel horen ook. De Pinchotan wordt ook gebruikt om muziek mee te maken. We eigenlijk de Pinchotan eerst proberen op hoge temperatuur en we gebruiken daarvoor de yakitori grill van mij. Ik heb daar een los roostertje bij en we grillen vandaag pork T-bones. Kijk eens aan, een hartstikke mooi stuk vlees, gescheiden in het midden door het bot. En het is dus filet en steak. We doen ze vandaag in deze mooie marinade en we marineren ze voor 4 uurtjes. Het hoeft niet echt veel langer, want de T-bones zijn niet mega dik. En dan nu hierbij een stukje zelfpromotie. Als je dit allemaal terug wilt lezen op je gemak, doe je dat op barbecuebrommen.nl. Nou, zoals je kunt zien heb ik dus nu mijn kolenstarter hier staan. De handschoentjes aantrekken. En de Pinchotan staat er eigenlijk recht in. Dat de vlammen er mooi onderdoor kunnen slaan. Ik ga nog wat lichte houtskool toevoegen om daar Pinchotan aan te steken. Dat is nog een vrij lastig klusje. Het duurt een uur overigens voordat hij op temperatuur is. Eigenlijk voordat hij aanstaat. Dus ik ga hem even laten zien. Even de houtskooltjes erin gooien. Ik zei net al, ik gebruik een lichtere houtskool om hem mee aan te steken. En we gebruiken dus eigenlijk gewoon acacia, want dat brandt lekker vluchtig. Oh ja, er valt ook nog wat te winnen. Een setje skulls, vuurvaste skulls, door mij handgemaakt. Ik heb nu 3 keer aanmaakblokjes eronder gedaan en we zijn een uur verder. Het is tijd om te grillen, want de houtskool is helemaal vuurrood. Je zou denken, er ligt weinig in, maar meer is echt niet nodig, want het geeft een hele hoge temperatuur. Kijk, het marineren is leuk natuurlijk, hè? En het snijden is leuk en alles voorbereiden is leuk. Maar als het dan op aankomt, grillen, helemaal mijn ding. Ik kan het natuurlijk als geen ander gewoon keihard klappen op dat vuur. Kijk, zo doe je dat. Huh, oh, verrek! Nog een keer. De tweede kans. Omklappen dat ding. Oh kijk, we zijn er bijna. Nog even die temperatuur iets omhoog. En dan komen we er wel. De Pinchotan geeft een hele hoge temperatuur en de truc is dan om continu te blijven draaien met je T-bone, want anders zouden de suikers veel te veel karamelliseren. Meten we nog even de temperatuur en ik denk dat we redelijk in de buurt zitten. Ja kijk, dat gaat helemaal goed. Team Blauw is finished.
Het presenteren van eten, dat vind ik echt geweldig om te doen. Dus ik ga er één fijn snijden en er eentje hou ik er heel. Probeer bij het presenteren van je eten altijd hetgene wat jij het belangrijkst vindt op de voorgrond te laten zien. En dan achteraan wat meer kleine details. Dan krijg je wat diepte in je foto of video. En zo krijg je dus in je hoofd een beetje de gedachte van wow, wat heb ik daar veel te zien. En dan krijg je dus de wow factor. Ja, hartstikke lekker. We gaan een stukje proeven. Super mals. Die boontje van de varkens best lekker. Haha. Weet je. Nou. Zoals ik straks zei. Kun je een mooi prijsje winnen. Je hoeft alleen maar te abonneren op mijn kanaal. En dan hebben we het vandaag weer gehad. Hè? Tot volgende week. Hashtag verrekte lekker. See you next time. Same barbecue time. Same barbecue channel.